Oh, ben ik. Al mot ik krupen. Het is nog wel eens genoemd. Een schitterende locatie om elkaar hier een keer te ontmoeten. Ja, enorm. Wat vind je er nou van? Wat is je eerste indruk? Mijn eerste indruk is, nou kijk ik gelijk naar dat gebouw daar, die nieuwe appartementen, denk ik, 1992, hoe lang is dat geleden, stond daar nog een hele Gelderlander redactie, inclusief de pers. En hoe laat, ja, laat zitten we en alles is weer weg. En zometeen gaan we verhuizen, waarschijnlijk weer naar die plek. Dat denk ik het eerst als ik dat zie. Kijk, daar is dus die nieuwbouw, de woontorens van de dingen. Ik denk dat je daar links hebt. Ja, links. Waterstraat, heeft mijn oma gewoond, is mijn vader geboren. Even verderop heb je de Brongeestraat, woonde mijn andere oma. Daar ben ik ook geboren, want mijn ouders woonden destijds bij hun ouders in. Zo ging dat toen. Ja, ja. Brongeestraat. Geboren daar? Geboren tot mijn derde jaar. Ja. En toen? Toen durfden mijn ouders het aan om een huis te kopen voor. Dat was toen 30.000 gulden, dus dat is nou 12.000 euro in de Luipaardstraat. Precies achter de Haaskampseweg. Tegenover een school, ik weet niet meer hoe die heette, maar wel dat die protestant was. En daarom ging ik naar de Petrus Canisius school, helemaal in de stad. Die was katholiek. Die was katholiek, op de Hertogstraat. Op de Hertogstraat, die zit die Canisius school, die zit natuurlijk nou daar, daar beneden. Ja, Petrus Canisius. Die is verhuisd van de Hertogstraat hier naar de beneden. Mijn oude school is natuurlijk helemaal weg. Het voorgeborgde van het Canisius college, zei ze. Dat klopt, daar hebben mijn kinderen nu weer gezeten en die zijn allemaal goed. Ja. Goed, daar heb je die Petrus Canisius school gedaan. Ja, de broeders. De PCS, de broederschool. Hè? En dan mag je rustig achteraan zeggen, de PCS bent. Ja. Want we hadden natuurlijk niet alleen de Stefaantje muziekkorps. Muziekkorps, de Petrus Canisius band, was eigenlijk met onze grote zwarte koolbakken, gele koorden, rode jasjes, blauwe broek met een gele bies. Ja. Hallo, wij liepen er wel bij. Hè? Ja. Alleen ja, toen kwamen de meisjes, werd een gemengde school. En heel snel daarna was het korps ook verdwenen. Ja. Vind ik nog steeds jammer. Van de PCS en toen? Naar, dit was misschien een beetje pijnlijk onderwerp. Toen ben ik naar het Marienbos gegaan, dat was het NMG college, stond voor Nebo Marienbos Gabriel college. Je deed op Marienbos deed je 1, 2, 3 HAVO en dan deed je 4, 5 HAVO op de Nebo, even verderop richting Nijmeegse baan. Dat heb ik nooit gehad. Dus die Nebo heb ik niet gehad. Ik heb, laat ik het gewoon zeggen, ik heb 5 jaar over de derde klas gedaan. En toen ben ik naar, dan moest je van school af, als je twee keer blijft zitten. Toen ben ik naar Nijmegen, een stedelijke scholengemeenschap gegaan, op Wilhelminaplein. 1 jaar. En toen daar tegenover naar Nijmegen Oost, heette die school. En daar heb ik de HAVO afgemaakt met een herexamen. Ja. En toen? Toen naar de school van journalistiek. Ik wilde eigenlijk naar de SIOS in Overveen. Nee. En dat was als woensdag na carnaval. En het eerste onderdeel was 8 uur 's morgens was zwemmen. Nee. Nou ja. Ik was blij dat ik het leven had, maar dat was, uiteindelijk was het ook niks meer. Ze hebben me tussen de brug met ongelijke leggers uit moeten halen en zo. Toen stond ik op de wachtlijst voor de school van journalistiek. Ja, en daar werd ik toen aangenomen, dat was fantastisch. En die heb je afgemaakt? Heb ik afgemaakt, dat kon ook niet anders. Ja, maar je werd automatisch tweedejaars, automatisch derdejaars, En ja, dat was heel makkelijk. En dan kom je bij die Gelderlander terecht? Ja, ik liep stage bij de Gelderlander en die hebben mij... Maar na mijn school moest ik nog in militaire dienst. Ik ben een van de laatste lichtingen, denk ik.
En de Gelderlander heeft mij toen 2 maanden eerder uit dienst gehaald, want in september van het jaar kregen ze nieuwe computers, een nieuw computersysteem. Ik heb nog op typemachines gekeken, gingen de alle typemachines eruit. Harris computersysteem, en dat begon in september. Ik had dienst tot november. En Frans Hulskoorten schreef, Frans Miele schreef een fantastische brief naar het ministerie van Defensie. En ik kwam 2 maanden eerder uit. Ja, fantastisch. Dat was nog in het oude gebouw, hè? Hessenberg. Ja, kijk, want midden in de stad. Kijk, dat is dus de Hessenberg. Ja. Daar stond dus die oude Gelderlander. Midden in de stad, tegenover haar de City Bar. Ja, de beroemde, beruchte City Bar, ja. Ja. Nou, van daaruit zijn jullie toen naar die, hè, naar de Waalhaven, de Waalhaven gaan. En net wat je zegt, hè. En nou staat er weer een... Ik begrijp het wel, want het is natuurlijk zo'n locatie. Voor, op een gegeven moment was er nog 1 van 4 verdieping tellende gebouw, was er nog 1 verdieping bezet. Daar zaten wij, de rest is het hele gebouw leeg. De pers was al afgebroken. Ik begrijp het wel dat ze dat daar bouwen. Het is een fantastische locatie. Ja. Maar wij komen er gewoon terug, de eerste verdieping. Ja. Nou, je werkt nu al 33 jaar als journalist vanaf bij die... vanaf 1981. Ja, nou, 34 jaar dan, hè? 33,5 zeg maar. Ja. Ja. Dan werk je bij die Gelderlander als journalist. Dus jij kent die stad door en door, of niet? Ja, maar ik heb wel, zeg ik, altijd sport gedaan. Altijd sport? Ik ben zo avontuurlijk als de pest. Dus ik heb altijd op de sportredactie gezeten, maar daar ook alles kunnen doen. Ja. Hè? Maar uiteraard, ik bedoel, Nijmegen beschouw ik wel als mijn stad. Dus ik was, zeg ik heel eerlijk, enorm vereerd toen ik, ik moest ook wel weg bij de sport, want alle functies verdwenen bijna. Maar dat de stad me wilde hebben daar, dat vond ik wel hartstikke leuk. Ja, maar, ja, we hebben het altijd over NEC, hè? NEC, niet onbelangrijk. Ja, niet onbelangrijk natuurlijk, maar Nijmegen heeft qua sport natuurlijk veel meer van te alles bieden. We hebben ongelooflijk, vergelijkend met andere steden, hebben wij vergelijkbare grootte. Hebben wij natuurlijk ongelooflijk veel topsport. Mede dankzij het feit dat we natuurlijk een studentenstad zijn. Want daar krijg je, ja, daar zitten grote talenten bij. En die blijven hier soms hangen. Of gaan niet iedere keer terug om te gaan trainen en zo. En die gaan hier sporten. Nijmegen, hoe zou je dat met één woord kunnen karakteriseren? Als stad? Als ik zei, kijk wat Nijmegen voor elkaar, met de Giro bijvoorbeeld. Met de Giro, ja. Die finish en zo. En die hele finale. En hoe iedereen hier de stad opgetuigd heeft en het beleefd, vind ik mooi. En over anderhalve maand doe ik precies zelf, alleen dan nog iets groter. Dan hebben we hier de Vierdaagse. Ja, dat vind ik, daar kun je als stad echt trots op zijn, dat je dat allemaal voor elkaar krijgt. Ja. Even terugkomend, je bent hier journalist, maar nou niet meer. Je werkt nu een aantal dagen jobhopping. Ja, ik zit in Doetinchem. Ik ben sportcoördinator Doetinchem geworden. Ja. Vind je dat leuk? Als je heel eerlijk bent. Nou, kijk, het is best wel moeilijk. A, je doet het alleen maar nog met medewerkers, dus je hebt geen vaste collega's meer. En het gebied, ja, jeetje jongens, ik, dat gebied ken ik niet. Ik wist echt niet dat hele kleine plaatjes allemaal toch een voetbalclub hebben. Kijk, ik val nog steeds onder de chef van de sportredactie en die wil 2 dagen per week alle sportcoördinatoren in Nijmegen hebben. En die andere dagen zit ik in Doetinchem. Die Gelderlander, dat wordt het laatste jaar, die verandert iedere keer. Dat is ook hartstikke moeilijk. Nu weer een nieuw logo. Ja, hele nieuwe layout. Een nieuwe layout. Mensen klagen ook wel eens van is het zo? Ja. Ja, zo dat regio gebeuren. Pagina's liggen wel beter nu. Hè? Ja. Je hebt nou niet meer 3 stadspagina's en dan 4 bovenregionaal en dan eventueel weer een stadspagina. Alle stad ligt nou bijvoorbeeld achter elkaar. Die indeling vind ik wel een verbetering. Maar ja, weet je, ja, je kunt, als je terugkijkt, er zijn altijd dingen die destijds mooi waren. Maar ik pak kranten erbij van toen oud-collega's van mij, Wil Kester, Gerard Hartman, noem maar op, de grote jongens van de krant toen. Toen die een krant maakten, die leg ik nou naast de krant die we nou maken. Ah, ja, jongens, ik bedoel, alles ook wel een beetje achterhaald. Je had het net over die beruchte City Bar, hè? Ja, mooi, in de Houtstraat. Mooi, ja. Nu heet dat café De Blonde Pater. Ja. Ik kwam er in mijn jonge jaren ook al wel eens. En toen had je daar... Stikte het van de journalisten, om maar te zeggen. Kunstenaars. Maar het aantal journalisten wat die krant maakt, als je kijkt naar zo'n redactie bijvoorbeeld, neem zo'n stadsredactie, hè, dat waren vroeger wel 5 mensen die stadsredactie die krant vulde. Ja, nogal het wordt meer, allemaal minder nu. Ja. Hè? We hadden op de sportredactie, ik was chef van 2000 tot 2006, in die periode hadden we 25 sportredacteuren, verspreid over alle edities. 7 nog. Komt dat dan, is dat dan wel kwalitatief? Kun je dan nog wel een goed product leveren? Ik vind dat wij ongelooflijk veel nieuws. Ik geef alleen maar het voorbeeld. En toen zat heel Nederland op het nieuws van de vluchtelingen. En Rob Jaspers, en ik heb daarbij gezeten. Die zat elke wethouder, elke ambtenaar daar in het gemeente zat hij aan het bellen die ochtend. En op een gegeven moment had hij het beet.
Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar en die man is ook 60, hè? Ik loop naar de 60. Maar dat kinderlijk enthousiasme waar hij dat deed en hoe hij uiteindelijk het nieuws boven water haalde, wat gewoon een landelijke primeur was, zoals op de televisie, op de radio, elk radiojournaal opende mee. Kijk, het is niet altijd de kwantiteit. Hè? We hebben natuurlijk kwalitatief gezien een heleboel goede journalisten gehouden. Ja. En dat merk je nog steeds in de krant, vind ik. Ja. Dat vind ik echt. Ja. Ja. Goed, nou, Nijmegen, je woont er nog steeds. Ja. Je woont nu, waar woon je nu? Grameistraat. En een heleboel mensen zeggen Grameistraat. Nou, heel eerlijk, ik weet hem ook niet te leggen. Als ik op de kamer van mijn zoon sta, helemaal bovenaan, kijk ze op Marienbos. Dus het is de Giro over de Groesbeeksweg ging bijna door onze achtertuin. Die wereld, ja. Dat is dus zeg maar Groenewoud. Ja. Daar wil je ook blijven wonen? Ja, ik woon daar fantastisch. Ik heb eerst hier voor in Bergendal gewoond, 13 jaar. Dat was ook hartstikke leuk, echt hartstikke leuk. Maar goed. Nou zijn we al, je bijna 34 jaar aan het werk voor die krant. Je kent de stad door en door. Jawel. Maar er komt ook een tijd dat we kunnen zeggen, hey, we kunnen met pensioen, we houden ermee op. Wanneer is dat? Gaat Danny van den Broek, als dat zover is, over, ja, dat weet je nooit, hè, maar nee. Stel dat je als je over 2-3 jaar met pensioen zou kunnen gaan. Ga je dan nog iets voor die stad doen of niet? Oh, wat een vraag. Oh, wat leuk eigenlijk. Ik weet niet of de stad mij goed genoeg kent dat ze denken van die van den Broek hebben we iets, weet je wel. Ik bedoel, in de politiek is zo, in dat half jaar dat ik op de stad zat, ja, ik ben nooit op stadhuis geweest bijvoorbeeld. Ik heb nooit een raadsvergadering bijgewoond, dus men kent mij denk ik niet. Heb jij een voorstel of niet? Geen idee. Ik ben wel klant van het jaar geweest in de stoof. Telt het ook? Ja, dan zijn er ook die zijn klant van het decennium geworden. Ja, dat is maar dat is heel lang geleden. Ja. Maar, ik geloof dat ik dat was, Danny. Ja. Maar, jeetje, wat zou ik voor de stad kunnen doen? Wat zou ik kan voor me wel voorstellen dat ik iets voor een voetbalclub deed, weet je wel. Of voor een sportvereniging. Dat ik denk van god. In een bestuur of in een trainer? Ja, ik ben ook jeugdvoorzitter geweest bij Kwik. 1888, toen nog Kwik Nijmegen heette. Ik heb de jeugd van Oerjong getraind, omdat op woensdagmiddag bracht ik mijn zoon dan bij de F's naar de training. Dat had ik 3 weken gedaan. Dan zei die trainer, die draaide zich om en zei van, als je elke week kunt kijken, kun je nou eens goed meedoen. Nou, de volgende week had ik een trainingspak aan. Ik heb de jongens van de F tot en met de A heb ik ze getraind. Dus zou ik, nou, trainen hoeft niet meer, maar in het bestuur, Oerjong en zo, ja, dat zou ik best wel kunnen denken. Dus Danny van den Broek is, als hij straks geen journalist meer is, ben nooit voor, uit beeld. Uit beeld. Nee, dat denk ik niet. Maar ik had nooit dat idee van, goh, hè, misschien eens een keertje afscheid nemen als je 60 bent. Maar nu denk ik wel eens van, als ik elke zondag zo naar Doetinchem rijd, dan begin ik 10 uur 's morgens met de pagina's en dan bezoek ik een wedstrijd. En als ik dan thuis ga rijden naar Doetinchem, dan kom ik thuis is 12 uur 's nachts. Wow, daar krijg ik wel een keertje genoeg van, eerlijk gezegd. En dan zou ik... Ik zou er ook wel weer terug willen als freelancer en gewoon weer leuk regiosportpotjes doen. Bijvoorbeeld Groesbeeks Glory tegen Hastu, handbal. Lees geen hond, dat weet ik wel, maar ik vond het wel leuk om te doen. En dat zou ik zo weer voor de krant willen gaan doen dan. Ja. Zit Danny dan nog wel op de goede plek nou? Doet er nu? Of? Nou, ik vind dat ze mijn kwaliteiten niet benutten die ik heb. Ik schrijf bijna niks meer. Ja, dat vind ik eeuwig zonde. Ja. Goed, nou nog even Nijmegen. Ja, ja. Mooie stad? Ja, vind ik wel. Hoe ze de benedenstad verbouwd hebben, volgens mij heeft de stad daar zelfs een prijs voor gekregen. Die is natuurlijk perfect herbouwd. Als je kijkt wat ze daar doen, en dan hebben we het weer meer over de moderne versie, vind ik hartstikke mooi. Wat daar helemaal komt Nijmegen West, wat bijna de krant nu verdrinkt, waar we nou zitten, het oude Nieuwgebouw en de Winselingse weg. Jongens, dat zijn allemaal schitterende huizen. En dat afgewisseld met wat je hebt aan oude gebouwen en zo. Tuurlijk zijn er zo'n lelijke gebouwen. Niet gelijk vragen welk hoor, dat weet ik niet precies. Nee, zomaar niet. Nee, maar ik vind het echt een leuke stad. Ja, maar dan heb ik je de hele tijd gehoord. Allemaal deze kant van de Waal, hè? Nijmegen is er ook aan de andere kant, hè? Woon oom en tante. Ja, daar heb je het eigenlijk nog niet over gehad. Want dat is natuurlijk een boeiende ontwikkeling. Ja, hè? Ik rijd langs altijd. Maar het is inderdaad een hele boeiende ontwikkeling. Maar als je kijkt wat daar gebouwd wordt en zo'n sportvereniging als DVOL, ja, kom toch weer terug, sportvereniging als DVOL, hoe die zich plotseling moet mee ontwikkelen. Want kijk eens wel hoe groot die vereniging wordt, OSC om iets anders te noemen. En dan moet je als vereniging wel mee kunnen met je kader en je moet het allemaal wel kunnen bemannen. Dat vind ik heel interessant om te volgen, maar ik zeg heel eerlijk, ik kom er niet vaak. Nee. Maar is er voor Nijmegen toekomst als topstad? Sportstad. Ja, maar wanneer ben je topsportstad? Als je vijf sporten in het hoogste niveau hebt? Nou goed, de hoofdklasse hockey speelt. Net wat je zei net over het ijshockey. Dat je daar ook in de top meedraait. Ja. Een echte atletiekstad, maar dan echt op de kaart in Nederland. Met
met internationale wedstrijden en dat soort dingen. Ja, oké, maar ook met bijvoorbeeld, kijk, als ik de organisatie van de Zevenheuvel was, maar oké, dan zou ik de Zevenheuvelloop, die zo'n uitstraling heeft, maar eigenlijk nauwelijks gekoppeld is aan Nijmegen, omdat als je in de binnenstad gaat zitten op de dag van de Zevenheuvelloop, merk je, ja, je denkt van, we moeten al die mensen zich omkleden in parkeergarages. Ja. Maar voor de rest merk je niks. En die zou toch, net zoals de marathon van Eindhoven door Stratum's Eind gaat, dwars door Eindhoven, dan moet die Zevenheuvelloop, of verzin maar naar marathon van Nijmegen, maar dan moet iets hier door die stad heen gaan. Door de grote straat naar beneden, langs de voerweg, noem maar op. Echt een grote loop, zoals ze nou bezig zijn met wielrennen, om een klassieker naar Nijmegen te halen. Ja, dat zijn toch wel tekenen dat je er in ieder geval mee bezig bent. Ja. Dat het geen ingeslapen zootje is. Ja. Goed, maar jij bent van brug tot brug lopen bijvoorbeeld. Zo, wat een klote parcours is dat, zeg. Ja, vind ik helemaal niks. Met die voerweg erin, ik heb hem ook twee keer gelopen, daarna nooit meer. Nooit meer. Nee. Nee, maar dat zijn natuurlijk wel leuke plaatselijke initiatieven, maar dan heb je het niet over topsport. Oké. Nou, Teddy, bedankt voor je tijd en moeite om hier naar boven te klimmen. Ja, leuk idee. Ik zou zeggen, geniet nog even van mooi, hè? De contouren van deze stad. Ja, we zien elkaar vaker en ook als het Danny met pensioen is er nog eventueel... Het duurt misschien niet meer zo lang, Jaap, hè? Wie weet, dus dan... Hé, okay. Bedankt. Hé, hey, dankjewel. En geniet nog even van het mooie uit. Ja, dankjewel. Ja, oké, jongen. Ja. Als ik de Ruppen op blote voeten ga, ik wil nog één keer die zijn steven heuren slaan. Volg ons online via Facebook @altijd_en1, op onze website en1.nl of via Twitter @altijd_en1. Want Nijmegen is altijd en 1.